We zijn vandaag in Haarlem. En ik mag deze taart mag ik brengen. En een stoel. Dik verdiend. En gaan we geven van de Willeke Alberti Foundation. En van Velderhof. Maar het is koud. Dus ik hoop dat het binnen lekker warm is. En dat er ook lekker koffie is en zo. Maar ik ga in elk geval nu iemand heel blij maken. Hallo, ik kom iets heel lekkers brengen en iets heel moois. Nou, een stoel die u verdiend heeft. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Mag ik binnenkomen, want ik heb het zo koud. Ja, kom maar binnen. Dat is in ieder geval een lekker taartje voor jullie. En we hebben uw verhaal vernomen en het heeft Aliet... Heeft dat gezegd dat u heel veel meegemaakt heeft. En, maar dat u het nog steeds zo fantastisch doet. En dat u al in de revalidatie een zo'n prachtige stoel heeft gehad. En dat u die mist. Ja. Ja. Nou. Was ik wel op zoek naar een andere. Ja. Ik word steeds kleiner. Ik ook. Maar ja. Ach. De koningin, hè? Ja, zo voel ik me ook altijd als ik in die stoel ga zitten. Ja. Maar ik heb Thomas meegenomen. En die gaat helemaal de stoel uitleggen. Ja, Thomas. Ja. Thomas, ja. En deze stoel, zoals u bent niet zo heel groot. Maar dat is helemaal niet erg. Want bij Velderhof kunnen wij die stoel helemaal op maat laten maken. En dan krijgt u een stoel die bij u past. Dus je zit niet vast aan deze stoel. Maar hier mag u voorlopig even in blijven zitten. Tot ik nog een keer langskom. Wat een luxe. En het is een cadeautje. Nou, geweldig. Kijk. De Willeke Alberti Foundation. Deze stoel wordt u aangeboden. En door Velderhof. Nou, goed hè? Zo bijna gaan huilen. Jawel hè? Nou, dus samen lachen, samen huilen. Goed? Geweldig. Ja, ik heb verdiend het zo. Omdat ik gewoon bewondering voor u heb hoe u de laatste jaar bent doorgekomen. Hè, met heel veel vallen en opstaan, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Mm-hmm. En u blijft positief en u heeft zelfs nog uw rijbewijs kunnen verlengen. En dat vind ik zo gaaf op deze leeftijd. En op Facebook kwam het voorbij en ik heb gewoon gezegd van ik ben een verpleegkundige in de thuiszorg. En ik gun al mijn cliënten eigenlijk zo'n stoel. Ja. Ik moest er één uitkiezen en dat ben ik geworden. Nou, heel hartelijk dank. Wat heerlijk om dat mee te mogen maken. Ja. Omdat er nog mensen zijn die inderdaad heel veel voor de mensen doen die het echt verdienen en echt nodig hebben. En ik zou ook iedereen, zou ik zo'n stoel willen geven. Echt zo fantastisch weer. In Haarlem waren we en ze zit nu nog even te luisteren hoe de stoel gaat werken. En die wordt helemaal op maat gemaakt. Wat ben ik toch blij dat ik dit mag doen. Dankjewel Velderhof, dat jullie dit aan mijn Willeke Alberti Foundation schenken. En ik zou het zo fantastisch vinden. Als iedereen denkt van ik ben mantelzorger en mijn moeder of mijn vader of wie dan ook heeft ook zo'n stoel verdiend. Nou, dus allemaal nog een fijne dag en tot de volgende week. Dag!